Mijn naam is Mike, ik ben de eigenaar van Focus On en Focus On is een mediabedrijf gespecialiseerd in visuele contentcreatie. Je werkt je hele leven, dus het moet leuk zijn. En als je dan met een soort vriendenteam om je heen met plezier naar je werk kan gaan, vind ik heel erg belangrijk. En dat is ook echt iets wat ik heb geleerd bij de Clipsfabriek. Ook bij de Clipsfabriek terecht ben gekomen is eigenlijk wel een leuk verhaal. Ik had al een stage bij Disney als animator. Maar ik wilde iets meer met een grote groep doen. En toen zag ik toevallig een advertentie voorbij komen en dat zag er heel gezellig uit vooral. Dus ik heb toch gesolliciteerd en toen toch aangenomen als animator. Ik ben geen animator gebleven, want ik kwam al heel snel achter dat ik juist het oppakken van de camera erg leuk vond. Ik zei gewoon, hey, ik kan filmen, maar dat kon ik helemaal niet. Ik had nog nooit de camera in handen gehad en gewoon gedaan. En daar kreeg ik de ruimte voor en toen ben ik eigenlijk vaste cameraman geworden. Bij de Clipsfabriek heb ik eigenlijk van alles gedaan. Als stagiair kom je eigenlijk binnen in een hele grote speeltuin waarbij je echt heel veel verschillende disciplines hebt. Dus je hebt camera, animatie, interview. En bij mij sprong er eigenlijk al heel snel interview, regie, camera en montage uit. En doordat ik bij Clipsfabriek camera kon oppakken, had ik een groot project. Dat was de Week van de Bevlogenheid. En dan kwam ik met allemaal enthousiaste ondernemers in contact. En omdat hun zoveel plezier hadden in hun werk en ik dat mocht filmen, is bij mij een soort van knoop omgegaan. Waar ik dacht van ja, dit is wat ik leuk vind. En toen zo uitgegroeid eigenlijk. Op het moment dat ik klaar was bij Clipsfabriek was ik nog teamleider bij de Albert Heijn. Maar ik wist eigenlijk meteen van ik wil gewoon bij de Clipsfabriek werken. En ik was toevallig op klus met Jelle bij volgens mij de triathlon van Almere. En toen zei ik, Jelle, ik ga even met jou een kopje koffie drinken en ik wil gewoon 3 dagen bij jullie werken. En toen zei hij, nou, gaan we regelen. Dus ik ben eigenlijk meteen bij Clipsfabriek gewoon aan de slag gegaan. Ik moest nog wel afstuderen, dus had ik wel even netjes afgerond. En daarna gewoon meteen als videoprofessional 3 dagen per week. Stagiaires begeleiden, video's maken, fotoshoots, eigenlijk workshops geven. Echt het hele plan. En ik vond het heel leuk om de stagiaires te begeleiden. Want ik ben wel echt een mensenmens. Ik hou ervan om met mensen samen te werken, het niet alleen te doen. Ook echt met ze samen, met z'n allen, kop bij elkaar, brainstormen voor iets en een vet product neerzetten. Dat is echt super tof. Wat mij motiveert om door te gaan binnen mijn bedrijf is wel heel erg ook de bedrijfscultuur. Want dat is iets wat ik heb geleerd bij Clipsfabriek. Het is zo uniek daar. En hoe ouder ik word, hoe meer ik erachter kom dat het eigenlijk helemaal niet normaal is. En dat is ook de reden dat ik met mensen van Clipjes binnen mijn bedrijf werk. Is omdat die bedrijfscultuur wil ik vasthouden. Wil ik wel op mijn eigen manier verder ontwikkelen. Maar dat motiveert me wel om te zorgen dat die mensen bij elkaar blijven. Leuk team, vriendenteam en gewoon vette dingen creëren. Nou, de klussen die wij nu bij Focus On doen verschilt echt van videoproducties tot campagnes, fotoshoots, designs. Dus de ene keer een commercial, de andere keer samen juist voor een gemeente op een soort eventje te filmen. De andere keer doen we een kleine fotoshoot, dan weer een supergrote campagne. En juist die diversiteit aan klussen vind ik heel erg belangrijk, want dat maakt je werk gewoon leuk. Ik heb voor de toekomst geen plan om echt een ziek groot bedrijf te worden. Ik wil het gewoon wel lekker klein houden, korte lijntjes. Dus ik wil een soort van power team van maximaal 6 mensen omheen hebben, waarbij iedereen in zijn eigen rol zit en iedereen in zijn eigen expertise slash passie zit. En daaromheen een pool van freelancers, zodat je gewoon met je basisteam gewoon vaste merken, vaste klanten kan helpen. En als je een grotere productie hebt, kan je altijd weer freelancers inzetten om dat te ondersteunen. Maar ik wil echt dat familiegevoel, dat vriendengevoel lekker dicht bij elkaar houden en daar wil ik naartoe. Hoe ik terugkijk op de tijd bij de Clipsfabriek is eigenlijk heel positief. Ik heb er nog steeds mee te maken. Ik heb nog steeds hele korte lijntjes met Jelle. Als ik advies nodig heb, kan ik altijd bij hem terecht. Hij helpt me ook helemaal met heel veel dingen. Ik ga nog steeds met heel veel mensen om van de Clipsfabriek. En ja, ik had geen betere stage kunnen voorstellen op dat moment. Dus ik ben daar heel blij mee.